Hallo iedereen, en dit is het weer van vrijdag 26 mei. Vandaag wordt het na optrekken van het eventuele ochtendgrijs zonnig met maxima van 15 tot 21 graden. Some columns clouds may form during the day, but it will remain mostly sunny. On the coast, the wind can blow quite strongly in the afternoon. Tonight it is almost clear by morning. This is a chance of mist and fog. In the highest fans, the minima fluctuate between 1 and 10 degrees this night. Zaterdag is het zonnig met maxima van 16 graden vlak aan zee tot 20 à 21 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit het noordoosten en aan zee na de middag vrij krachtig uit een noordelijke hoek. Zondag wordt het zonnig met hoge wolkensluiers en in het binnenland misschien wat verdwaalde stapelwolken. De minima liggen tussen 20 en 23 graden bij een matig noordoostenwind. Aan zee wordt het niet veel warmer dan 17 graden, met in de namiddag een vrij krachtige wind uit een noordelijke richting. Monday and Tuesday it will be less warm, but sunny and dry. The maxima are between 30 degrees at the sea and 80 or 19 degrees in the center. But up 21 degrees in the south. The wind is blowing moderately from the northeast, strong at sea to quite strong in the afternoon. Ook woensdag en donderdag blijft het droog met zon en nauwelijks of geen bewolking. Het wordt wel opnieuw wat warmer, met maxima rond 22 graden in het centrum. Aan zee blijft het vrij fris met maxima rond 15 graden. Zo, dit was meer weer en volgende week is het terug het weer met mij en dat is in het Nederlands en Engels. Bedankt dat u bij ons was.